Eindelijk wat beter nieuws over het klimaat. De totale uitstoot van CO2 in de wereld is vorig jaar niet toegenomen, meldt het Internationaal Energieagentschap vandaag. Het jaar daarvoor ging de uitstoot van broeikasgassen ook al niet omhoog. En dat komt omdat we meer duurzame energie opwekken, zoals windenergie. En wereldwijd slaat de energietransitie sneller aan dan gedacht. Matthijs, geen groei van CO2-uitstoot. Ja. Gaat eindelijk de goede kant op. Goed nieuws, hè, achter elkaar. Ja, alleen van dit broeikasgas dus geen extra toename. Hey, dat is wel eens eerder gebeurd, hoor. We hebben wel eens eerder periodes gehad dat het zelfs daalde. Kijk maar even in de grafiek, dan zie je in 2009 bijvoorbeeld een daling van de CO2-uitstoot. Maar dat had toen alles te maken, ook in 2008 bijna gelijk gebleven, dat zie je daar. Met de crisis natuurlijk, met gewoon instorting van de wereldhandel, van de industrie. Het krabbelt ook snel weer op. Maar nu hebben we, terwijl de wereldeconomie groeit, hebben we toch een stagnatie te pakken. Vorig jaar al nauwelijks meer stijging. Mm. Dit jaar ook geen stijging meer. Dus dat ziet er wel goed uit. Oké, okay, in 2009, dat was duidelijk effect van de kredietcrisis. Ja. Nu zien we toch ook wel, je zegt de wereldeconomie groeit, maar je ziet duidelijk een terugval van de groei van de wereldeconomie. Speelt dat niet mee? Ja, wel wat. En dat speelt ook wel mee. Dat zeggen de Internationaal Energieagentschap ook wel. Het speelt wel een rol, vooral in China, waar de groei wat tegenvalt. Dat is natuurlijk een van de grootste vervuilers als het om CO2 gaat. Maar toch, ik heb even gekeken, in 2015 3,4% groei van de wereldeconomie. Nou, het gemiddelde, als ik dat uitreken, vanaf 1980, dan heb je het nog altijd over 3,5%. Dus dat is ongeveer hetzelfde. En hier zie je wat er is gebeurd. En dat is interessant. De groei van de CO2-uitstoot met dat dipje daar in 2009 is afgevlakt. En tekenen we in hetzelfde grafiekje de groei van de economie. Met allebei, ik begin op 100 in 2000. Dan zie je dat het een tijdje elkaar volgt. Dat er iets komt van een soort ontkoppeling halverwege het decennium. En dat nu er echt sprake is de laatste jaren van iets wat lijkt op ontkoppeling van groei en CO2-uitstoot. We kunnen groeien zonder dat de CO2-uitstoot groeit. En dat is bijzonder. Ja. Maar hoe werkt dat dan, die ontkoppeling? Nou, dat is eigenlijk de heilige graal van de milieu-economen. Ja. Als je nou, het idee is altijd, als je iets wil doen met het milieu, dan moeten we allemaal op een houtje bijten en worden we armoedig. Nou, milieu-economen zijn altijd op zoek geweest naar manieren om de groei door te zetten, maar dan bij minder milieubelasting het liefst. En dat hebben we natuurlijk al eerder gezien. Hè. In de 19e eeuw ging iedereen dood aan de smog. Toen werden we rijker. Toen eisten we schone lucht. De middenstand, zoals nu in China gebeurt, de middenklasse eist schone lucht. En dan wordt er geld uitgegeven. En is er ook geld om die lucht schoon te maken. We hebben deze eeuw gezien met zwaveloxide. Is ook een stuk schoner geworden. En dan heb je een soort, ja, de economen noemen dat heel stom, een omgekeerde U. Het is dus een soort, het ziet er zo uit. Een parabool. Ja. Dat toch? Ja. Dus de inverted U-curve noemen ze dat. Okay. Dus dan gaat het eerst, neemt de uitstoot toe naarmate die rijker worden. En na een bepaald tipping point neemt hij weer af. En het idee was altijd, bij CO2 gaat het niet lukken. Want je hebt nou eenmaal, als je rijker wordt, ga je huis verwarmen, ga je auto's rijden, dan heb je gewoon meer energie nodig. En nu blijkt dat dat toch wel lukt. Gaan die Chinezen daar dan voor zorgen, voor die daling uiteindelijk? Want jij zegt net, die smog in Beijing en zo, dat pikken ze allemaal niet meer. Ja, nu zijn we heel optimistisch, hè? Oh, okay, dus dat er al een daling is zelfs. We zitten nu, misschien zien we nu iets van dat topje ontstaan. Maar inderdaad, als er veel geïnvesteerd wordt door landen die vooral nu veel CO2 produceren, en dat is inderdaad China, dan zou het moeten kunnen, in theorie. Dat en dan gaat het vooral om windmolens, begrijp ik. Ja, dat vond ik echt opvallend in het hele korte hoofdstukje wat de onderzoekers naar buiten brachten. Binnenkort komen ze met een verdere toelichting. Maar ze zeiden, en het is een olieclub, hè, de International Energy Agency, die zeggen niet zomaar hoera windmolens. Het is echt een harde olieclub. En die zeggen, nou, wij zien gewoon een versnelling van die duurzame revolutie. En ze concluderen dat het ook sneller gaat dan ze eerder hadden gedacht. En met name de investeringen in duurzame energie, wat meten ze? 300 miljard euro wereldwijd. Dat is een nieuw record als het gaat om totale investeringen. En interessant was, 90% van de nieuwe elektriciteitsopwekking, dus de nieuwe bijgezette elektriciteitsopwekking wereldwijd, 90% daarvan was duurzaam. En de helft daarvan was windenergie. De andere helft is dan bijvoorbeeld waterkrachtcentrales. Dus die windmolens, ja, die doen het opeens en die dragen ook echt, puur macro gesproken, als je naar de hele wereld kijkt, ook voor het eerst duidelijk bij. Hoe doen we dat in Europa? Ja, nou, helaas hebben we daar ook nog tijd voor. Oh, gaat niet goed begrijpen. Nee, Europa valt hier een beetje buiten. In Europa is de CO2-uitstoot volgens dit rapport wel toegenomen in 2015. Nou, terwijl wij het minste groeien dus een beetje in van de wereld. Ja. Nam het bij ons toe. En dat heeft heel veel te maken met goedkope kolen, goedkoop gas. De schalierevolutie in Amerika, daardoor is de wereld overspoeld met goedkope kolen.